Goede beweging van Prupper. En daarmee twee man kwijt. En de nodige ruimte gecreëerd. En op tijd gegeven. Ja, het mag verder. Buettner. Komt niet helemaal lekker uit. En schiet daarom keihard in het zijnet. Davila. Ja, handig. Montaigne kwijt. En nu met links de bal teruggelegd. Van Ginkel raakt de bal niet vol. Annan wel. Maar dan weer niet zuiver. Zo zijn de eerste momenten van de wedstrijd voor Vitesse. Buettner ertussen, maar daar is wel een gaatje ontstaan waar Jonker in loopt. Die geeft hem snel voor en Veldhuizen redt met het voetje. Zo heeft ook Roda nu zijn kans. En eigenlijk een beste. Er staat een hoofdspeler stil. Buettner beweegt wel. De Loge. Uitgespeeld en kijk eens boven op de lat. Dat kan dus ook bij Buettner. Drie pogingen en de derde is ook niet zo bedoeld, maar veruit de gevaarlijkste. Goede combinatie. En daar is Vormer doorgelopen. Vormer kan uithalen. Vormer en een mooie save van Veldhuizen. Davila. En weer Buettner. Annan. Verzorgd is het. Het tempo ligt te laag. Annan dan maar schieten. Niet onaardig. Santuria. Ja, moet hem eigenlijk afgeven. Moet hem eigenlijk steeds maar weer afgeven. Maar verkiest te schieten. En dat is een verraderlijk schot. Annan. Goed gelopen. Goed gekregen ook. Yasuda wijst. Wil hem ook. Hij krijgt hem ook op tijd. Dat ziet er aardig uit. Nu de voorzet. Laag en mooi. Mooi. Met het hakje. Achterlangs Van Ginkel. Aanval uit het boekje. 55e minuut. En Van Ginkel opent voor Vitesse de score. Uit een hele mooie aanval. Alles klopt. Annan, Yasuda kijkt. En Van Ginkel doet dit heel fraai. Jonker. Jonker, dat doet hij goed. Vindt ook nog vormen. Maar daar loopt het stuk. En dan heeft Vitesse overtal. Via Garcia. Maar ook nog een eind door. Ja, het is 2-0. Ha! Met grote passen is hij alles en iedereen te snel en te slim af. En Garcia geeft het goede voorbeeld. En zorgt voor grote vreugde bij Van der Brom en zijn manschappen. Santuria. Ja! Zo! En binnen een minuut beslist Vitesse de wedstrijd definitief. Hij kijkt eens. En dan haalt hij onbedaarlijk hard uit. En Kiszek is kansloos. Yasuda ligt daar op de grond. En dan komt Vormer wel heel erg hard aan. En dat besluit Van Ziegen daar tegen te doen. Kaart is voor Vormer en dan zal die bal ook op de stift gaan. Ja, man. Die moet blij zijn dat dit maar geel is. Vitesse op 4-0. Buettner zou daar zomaar voor kunnen zorgen. Kiszek wel naar de goede hoek, maar te laat. En zo worden het grote cijfers. Van Ginkel. En hij mag door. Prupper, hij kijkt even. Iedereen biedt zich aan. Het wordt 5-0. Jenner. Weer één uit het boekje. Zoals de 1-0 een prachtige avond was, is de 5-0 dat ook. Daartussendoor strafschop en individuele acties. Het kan niet op. Na rust. Het applaus is groot voor de spelers van Vitesse. Die voor rust grote problemen hadden met Roda. Dat verdedigend speelde en dat uitstekend deed. Maar na rust werd alles anders.